We zitten hier bij het Gelders Palet. Dat is de Vereniging voor Beeldende Kunst Wageningen en Omstreken. En naast mij zit Corrie Mugge. Corrie, jij schildert zelf. Wat schilder jij? Ik schilder het meeste dieren. En nou, eigenlijk zo'n beetje van alles. Potten. Met welke techniek? Meestal met aquarel. Maar ook wel eens met pastel of contekrijt. Hoe ben je hier terechtgekomen? Ik ben hier een aantal jaren geleden geweest. En toen ben ik hier weggegaan omdat ik nooit geen cursus gevolgd had. En ik vond, ik kon eigenlijk helemaal niks. Toen ben ik 2 jaar geleden hier weer teruggekomen. En een aantal cursussen gevolgd. En nou, dat beviel me eigenlijk zo goed dat ik dus hier ben gebleven. Ja, en dan schilder je, maar je werkt samen met mensen. Wat biedt het Gelders Palet jou nog meer dan alleen dat je met schilderen bezig bent? Nou, je bent persoonlijk ben je met mensen bezig. Je hebt contacten met iedereen. En dit is een club wat dus eigenlijk een beetje in elkaar geklonken is. En iedereen kent iedereen en iedereen houdt zich met iedereen bezig. Als er een ziek is, van hoe is het met die, hoe is het met die. Iedereen weet eigenlijk hoe of wat. Dus het is net iets meer dan gewoon een hobby? Ja. Ja. Maakte je vroeger ook schilderijen? Nee, ik wilde het wel. Maar ja, ik kon het gewoon niet. En nou? Nu gaat het dus redelijk goed. En ik probeer dus zoveel mogelijk zelf mijn eigen ding erin te brengen. Dus mijn eigen techniek erin te brengen. En dat gaat redelijk, moet ik zeggen. Maar er kijkt wel iemand mee, die geeft jou aanwijzingen waar je veel aan hebt? Ja. Ja, ik schilder samen, heel veel samen met mijn vriendin. En wij hebben dus ook 1 keer in de week een knutselmiddag. En dan gaan we dus zitten schilderen en zitten prutsen. En daar trek ik mijn eigen heel erg aan op. Naast jou zit Mary Kleene. Mag ik je afvragen, Mary, hoe ben jij hier terecht gekomen? 25 jaar geleden werd de club hier opgericht. En ik ben vanaf het begin erbij. Okay. Ja. En wat doe jij hier? Ik bedoel, welke techniek? Waar leef jij je in uit? Van alles. Ik heb 1 of 2 keer olieverf gedaan. Ja. En verder doe ik acryl, pastel, aquarel. Maar de laatste tijd toch merendeel acryl. En de onderwerpen die jij kiest, wat vind je het fijnst om te doen? Alles. Alles eigenlijk, maar het fijnste, landschappen. Ja. Vind ik landschappen. Nou ben je al 25 jaar lid van het Gelders Palet. Dat betekent dat je ook al heel wat schilderijen gemaakt hebt. Ja, heel veel. Waar zijn ze? In de kelder. Want ik weet niet waar ik het op moet ruimen. Ja. Dan maak ik het. Ik heb een grote map en dat voor het nageslacht. Maar wat is dit voor jou, het schilderen, het Gelders Palet? Wat doet dat met jou? Het zorgt ervoor dat de spullen, de kwasten en de verf niet in de kast blijven staan. Want je hebt toch een prikkel om er naartoe te komen en dat het daar gezellig is. En de gezelligheid dat trekt. Hè? En de anderen die meeschilderen, die leveren commentaar en die prikkelen jou om door te gaan met schilderen. En heb je jezelf in al die jaren lekker ontwikkeld, vind je jezelf? Ja, ik vind van wel. Toch wel. Maar doordat je zelf ook verandert, veranderen je schilderijen ook. Ja. Ik sta hier naast Arie Boelen. Arie, we staan bij jouw schilderijen. Ik herken daar de molenmarkt, de molen, ja, de vlijt. Vertel eens iets over wat we hier zien. Nou, dit is dus het stek bij de Blauwe Kamer.
Dat was in het najaar op een gegeven moment. En dan krijg je dus toch speciale lichteffecten. En dat vond ik wel interessant om daar dus een schilderij van te maken. En daar heb ik ook dus mijn kerstkaart van gemaakt. Dat is toch elk jaar een gebruik om elk jaar weer de familie en vrienden en kennissen een kerstkaart toe te stellen van eigen werk. En welke techniek heb je hier toegepast? Dit is aquarel. Trouwens, alle drie die hier hangen is aquarel. Ik heb nog wel eens een keer wat acryl gedaan, maar aquarel spreekt mij toch het meest aan. En dan gaan we naar het schilderij daarnaast. De Vlijt, Molen de Vlijt. Dat was naar aanleiding dus van het 750 jaar bestaan van Wageningen. Ja. Dan vond ik het toch echt leuk om iets te maken wat dus meer op Wageningen gericht was. Ja. Vandaar dus dat ik de Vlijt geschilderd heb. En die is dus hier geschilderd vanuit de Veluwe, tenminste vanuit de Voluviaweg. Dat zie je, kijk. Ja. Het is heel herkenbaar. Ja, ja. We staan hier bij het Gelders Palet en 25 jaar bestaat het Gelders Palet dit jaar. Hoeveel jaar ben jij bij het Gelders Palet? Ik ben dus lid geworden in 1997. Ja. Dus op dit moment is het dus 17 jaar. Ja. Ja. Dat betekent dat je in de loop van de tijd ook heel wat schilderijen gemaakt hebt. Ja, ik heb mijn zolder vol staan. Ja, en verkoop je ook wel eens wat? Geef je wel eens wat weer? Nou, ik kan moeilijk afstand doen van mijn werk. Maar de familie en kennissen en vrienden, die zijn zachtjes dan wel bedeeld. Ja. Ik heb wel wat verkocht. Ik heb ook wel eens een keer wat gemaakt in opdracht voor mensen. Ja. Maar in het algemeen blijft de zolder vol staan. Ja. Arie Boele, je bent niet alleen cursist hier, maar je bent ook voorzitter van het Gelders Palet. En vertel eens iets van die vereniging. Wat is het voor een club? Nou ja, we hebben dus een vereniging van circa 85 betalende leden. Daarboven hebben we nog een aantal docenten die dus verbonden zijn bij ons. En die zorgen dus voor de nodige cursussen. Dat is eigenlijk onze kracht van de vereniging. Het cursus geven om dus het peil steeds te verbeteren, te verhogen. En ik moet zeggen, we hebben een... Ja, we zijn eigenlijk heel geweldig gelukkig eigenlijk met het feit dat wij dus goede docenten hebben. Die dus de mensen dus echt op een hoge pijl kunnen brengen. Waar halen jullie die vandaan? Nou ja, die melden zich eigenlijk meer of meer aan. Het zijn vaak ook maar Wageningse mensen. Daarbij ook hebben we wat van buiten. Door de jaren heen hebben we nog wel eens een keer wat verandering gehad. Ook in het feit dat kunstenaars zich op een andere plaats gaan vestigen. Maar in het algemeen hebben we dus het geluk dat we dus altijd dus eigen docenten hebben gehad. Die dus naast kunstenaarschap dus vaak ook andere werkzaamheden nog moeten verrichten. Omdat het kunstenaarschap loont bijna niet. Nee, dat is in Nederland heel bijzonder hoor. Ja. Jullie bestaan niet van wortelplakken. Het moet betaald worden. Is het betaalbaar? Je mag rustig noemen wat een lid moet betalen. Nou, wij betalen dus 9 euro. En dat, we zitten dus op het kantelpunt van 10 euro per maand. Nou ja, dat is wel te doen, zou ik zeggen. En iedere amateur zorgt voor zijn eigen spullen? Ja. We moeten dus wel op een gegeven moment zorgen dat je je materiaal dus bij de hand hebt. We hebben zogenaamde vrije inloopdagen. Dat is dus op maandagavond, dinsdagmorgen, dinsdagmiddag, dinsdagavond, woensdagmorgen. Ja. En dan hebben we dus de andere dagen dus ingedeeld voor cursussen enzovoort. Ja. En we hebben ook nog wel wat ruimtes, wat tijd beschikbaar voor verhuur voor mensen die dus in het kunstenaarswereldje dus ons atelier willen benutten. Ja. Nou, wij van de televisie, wij komen over een poos een keer bij jullie terug. Als jullie hier gewoon een cursus geven, dan gaan we dat gewoon eens bekijken. Ja, nou, dat zou zeker interessant zijn, want onder andere dus de cursussen van acryl, die zijn vaak heel erg bezet ook. Ook van aquarel zijn goed bezet. Dan hebben we ook nog model. Daarbij hebben we een verhuur dus op de woensdagmiddag voor naakmodellen. Dan wordt op een gegeven moment dus bepaalde mensen dus uitgenodigd om daarvoor naar model te staan. Dat is dus niet direct aan onze vereniging gebonden, maar wel via dus een kunstenaar die dat graag behartigt. Nou ja, zo zijn we eigenlijk door de hele week door zijn we bezet in de vereniging. Ja, okay. Ja. Goed.